tegen het feit dat de aanpassingen impact hebben op een hele grote groep mensen. Wij feliciteren het museum van harte met deze financiële bijdrage en we wensen alle vrijwilligers heel veel succes. En bij zo'n lekker museum is het natuurlijk wel heel jammer dat wij hier de prijs online uitreiken. Ja. Ze komen eigenlijk heel graag eens een keer kijken. Nou, zeker als ik zie wat er allemaal op de achtergrond zichtbaar is. Dan, ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, ontzettend bedankt daarvoor. En we willen natuurlijk iedereen graag uitnodigen om al het lekkers te komen proeven. Wij zijn ontzettend blij met deze prijs. We zullen hem gelijk laten zien. Ik zal hem een beetje voor me houden. Ik zie je slecht in beeld, denk ik. We zien de prijs ook als een landelijke erkenning van ons museum. We willen ook al onze eigen medewerkers en onze hele trouwe groep van vrijwilligers bedanken. Want zij maken het eigenlijk dagelijks mogelijk dat het Bakkerijmuseum al jarenlang het lekkerste museum van Nederland is. Nou, door toekenning van deze prijs kunnen we door de verbouwing die we gaan houden alles toegankelijk maken voor iedereen. We hebben een lift straks, een hellingbaan, maar ook full objecten, geluidsfragmentjes, proeverijtjes. En natuurlijk moeten de bezoekers ook zelf de handen uit de mouwen steken. Zo kunnen ze alles zelf goed ervaren. Nou, het zijn talloze aanpassingen eigenlijk aan het gebouw en aan de presentatie. Zodat echt iedereen het lekkerste museum kan zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Enorm bedankt voor deze prijs. Nou, heel graag gedaan. Van harte. Jazeker. Ook namens iedereen die hier zit, van harte gefeliciteerd. En nou, we komen zeker, want het is te aantrekkelijk. Dus we gaan absoluut in op de uitnodiging die u net deed om een keer langs te komen. En ik denk dat dat wel voor meer mensen geldt die dit nu hebben gezien. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd. Ja, allen welkom. Dankjewel. Dankjewel. Succes met de verbouwing. Ja, tot ziens. Dankjewel. Dag.